Welkom. In een vorig filmpje werd de werking van de relaties tussen activiteiten uitgelegd. En in dit filmpje probeer ik je inzicht te geven om te bepalen welke relatie je best kan kiezen. En behandel ik nog een aandachtspunt in verband met de start-finish of de einde-begin-relatie. Aan de slag. Laat ons even dit voorbeeldje nemen met twee activiteiten, namelijk het bekisten van een plaat en het wapenen van deze plaat. We bevinden ons vandaag enkele dagen voor de start van de eerste activiteit. In het eerste voorbeeld is het model opgebouwd met een start-start of gelijk-begin-relatie. Stel dat in het eerste voorbeeld de duurtijd van het bekisten van de plaat gaat stijgen, omdat ik deze bijvoorbeeld met minder mensen moet uitvoeren, dan zal deze taak zich naar de rechterzijde verlengen. Het resultaat is dat deze planning uitvoertechnisch niet meer in orde is, want het kan niet zijn dat mijn wapening eerder voltooid is dan het bekisten van deze plaat. Als ik in het tweede voorbeeldje ga kijken naar de finish-finish of de gelijk-einde relatie, waar dezelfde taken mee gemodelleerd zijn, kunnen zich ook een aantal situaties voordoen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de duurtijd van het bekisten gaat dalen, omdat ik daar extra volk voor krijg, of de duurtijd van het wapenen kan stijgen, omdat ik daar met minder mensen deze taak moet uitvoeren. Als ik de duurtijd van het wapenen ga verlengen, dan verwacht men heel vaak dat deze balk naar de rechterzijde gaat uitgerokken worden. Dat is echter niet het geval, aangezien ik gekozen heb voor de finish-finish of de gelijk-einde relatie, en die zegt dat het einde van de voorgaande taak bepaalt wanneer de volgende taak ook zal beëindigd zijn. Als ik bijgevolg de duurtijd van het wapenen ga verlengen, dan zal deze taak naar de voorzijde aangepast worden. Het resultaat is dat we ook hier uitvoertechnisch niet in orde zijn, aangezien mijn wapening al begint nog voor het bekisten ook begonnen is. Je zou eventueel gelijkaardig deze situatie kunnen modelleren met de finish-to-start of de begin-einde relatie. Dat is de meest gebruikte relatie binnen planning en binnen MS Project, maar ook daar zijn altijd voorbeelden te vinden die maken dat de planning uitvoertechnisch niet in orde is. Bijvoorbeeld als de duurtijd van het wapenen gaat dalen naar 1 dag. Moraal van het verhaal is dat ik vandaag niet weet wat zich binnen x aantal dagen of weken op mijn werf gaat voordoen. Dat betekent dat mijn planning een dynamisch document is, dat ik regelmatig zal moeten ingrijpen in mijn planning om ze up-to-date te houden. Dat kan ik doen door de bestaande relaties aan te passen, door de vertragingen te vergroten of te verkleinen, of dat kan ik doen door bestaande koppelingen die gelegd zijn door te knippen en ze te vervangen door koppelingen van een ander type. Voor het tweede voorbeeldje ga ik even naar een ander bestandje en ik ga het hier hebben over een aandachtspuntje in verband met de opwaartse planning die heel vaak gebruikt wordt om de documentengoedkeuringen, de leveringen, de bestellingen en dergelijke te gaan modelleren. Ik ga uit van een product dat ik moet plaatsen in 3 fases, deel 1, deel 2 en deel 3. En die hebben allemaal een eigen voortraject waardoor bepaald wordt wanneer deze fases geplaatst worden. Stel dat je om deze 3 delen te plaatsen wil gebruik maken van 1 unieke levering waarbij alle materiaal ineens binnenkomt. Dan zou ik de koppeling die nu gelegd is van deel 1 naar de levering ook moeten leggen van deel 2 naar de levering en ook van deel 3 naar de levering. Wanneer we dit doen, dan verwachten de meeste mensen dat mijn levering naar links gaat verschuiven, aangezien mijn deel 2 eerder valt dan mijn deel 1 dat momenteel gemodelleerd staat. Let echter op, als je deze relatie gaat gebruiken, de opwaartse koppeling, dan zal, wanneer er meerdere pijlen binnenkomen, wanneer er meerdere voorgangers zijn bij mijn opvolger, in dit geval de levering, dan zal mijn levering niet naar links verschuiven, maar naar rechts verschuiven. De betekenis van deze SF of EB-relatie is namelijk dat pas als al de voorgaande taken gestart zijn, dan pas wordt het einde van de opvolgende taak gemodelleerd. Dus let hiermee op, want het geeft heel vaak het omgekeerde resultaat van hetgeen dat je eigenlijk wilde modelleren. Wil je weten hoe dit allemaal concreet werkt in MS Project? Bekijk dan ook de video over het leggen van de relaties in MS Project. Veel succes en tot gauw voor een volgende instructievideo.